Hier in Wormerveer was vroeger de Goudastraat nummer 1. Daar woonde de schoenmaker Simon de Jong met zijn vrouw Saartje en hun 5 kinderen. Dit zijn Lies, Harry, Eve, Sjaak en Line. Toen de struikelstenen hier als eerst werden geplaatst, was Klaas Beierwij. Het was een vriend van Harry, met een grote bos haar. Hij zei dat het gezin opeens verdween en dat hij nooit meer een echte vriend had gehad. Want die ene, die was weg. In de winter van 1941 waren de schaatswedstrijden op de Zaan. Line en haar vriendin wilden meedoen, maar toen ze voor de start verscheen, roept er een man uit het publiek: "Dat kind mag niet meedoen, dat is een Jood!" En toen? Dat weten we niet. We weten niet of ze mee heeft kunnen schaatsen. Hetzelfde gebeurde bij een meisje dat Betty Pies heette. Zij mocht niet meedoen met het zwemfeest in het zwet. Haar vader heeft het toen stiekem ingeschreven onder een andere naam, Betty Sonderland. Ze mocht ook niet naar school, toch? De Herman Gorter School? De Herman Gorter School heet nu de Mei, maar toen heette het nog School B. Joodse kinderen mochten van de Duitsers er niet naartoe. In september 1941 ging ze met hun leraar de klasse rond om afscheid te nemen. Dat was natuurlijk huilen. Het maakte een grote indruk op de kinderen. En Line had nog wel tegen haar vriendje Klaas gezegd: "Het maakt niet uit, ik kan toch niet van school." In april 1942 werden ze gedwongen om naar Amsterdam te verhuizen. En iets meer dan een jaar later werden ze vermoord in Sobibor. En Betty Paas Sonderland? Zij en haar familie hebben het ook niet overleefd. Zij stierven in Auschwitz.